Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik weet het, het is ontzettend vroeg nog. Maar weet je wat ik dacht? Laten we dag met luxe beginnen. We gaan heerlijk ontbijten en ik neem jullie graag mee. Oh, het is nog vroeg, maar goedemorgen, goedemorgen. Ja. Natuurlijk zijn we op de meest leuke plek waar je 's ochtends een ontbijt kan halen. We gaan lekker naar binnen bij de McDonald's. Wat een luxe, jong. We gaan even een ontbijtje scoren bij de McDonald's. Waarom ook niet? We gaan wat bestellen. Zal ik bij het automaat gaan? We gaan bij het automaat bestellen. Laten we dat gaan doen. Eens even kijken. Hier op eten. Egg McMuffin, lekker warme drank, warme chocomel. Nou, de bestelling is gedaan. We gaan nu lekker wachten tot het is geprepareerd. Kijk, nou weet ik ook wel dat dit een van de luxes zijn die je natuurlijk niet elke dag kan veroorloven om bij de McDonald's te gaan ontbijten. Kom op, kijk naar het tijdstip en om dit moment aan de patat te zitten. Ik ga eerlijk zeggen, er is altijd een tijdstip om patat van de McDonald's naar binnen te werken. Daarom ga ik dat ook als eerste aanbreken. Zoals ik normaal gesproken altijd doe, pakken even de saus. We halen het plasticje weg. Wil ik even de overige saus eraf. En we gaan heerlijk genieten van deze friet. Ik moet er wel bij vertellen, mij kennende, ik eet 2 patatjes en daarna zit ik propvol. Maar maakt niet uit. We ontbijten vandaag in de McDonald's. Verse friet. Zoals jullie al weten kan ik zelf heel goed koken, hoor. Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld 's ochtends een lekker eitje te bakken voor mezelf. Dan maak ik er ook echt wel iets speciaals van. Maar vandaag is het ontbijt georganiseerd door de McDonald's zelf. Zullen we een hapje nemen van de nieuwe Egg McMuffin? Ik weet niet wat er nieuw is aan de Egg McMuffin. Want volgens mij bestaat de Egg McMuffin al heel lang. Maar deze heeft bacon op de sandwich. Dus wellicht is dat nieuw aan de Egg McMuffin. Dat er bacon op zit. We gaan hem even testen. Ja. Je mag zeggen wat je wil. Maar dat doet de McDonald's toch echt heel erg goed. Hoe eigenlijk bij de eerste hap je al helemaal in trance wordt gebracht. En dat je lekker kan kauwen op een voortreffelijke sandwich. Nogmaals, je kan dit niet te vaak doen. Hoe ik zo poëtisch praat over de McDonald's. Je zou bijna denken dat deze video door hun wordt gesponsord. Nee. Deze McDonald's is nog wel eenmaal op steenworp afstand van mijn huis. En ik kom graag hier om mijn geld uit te geven. Ik zou eigenlijk aandelen in McDonald's moeten kopen. Heel winst. Ik zelf zorg al voor 50% van hun jaarlijkse omzet.
Mensen, ik heb een egg McMuffin met bacon. Ik heb McDonald's patat. Eigenlijk kan ik daar al stoppen. Maar ik heb ook nog eens een warme chocomel. Om alles mee weg te spoelen. Stel je voor, je zit in de gevangenis op death row en ze vragen je, wat is de laatste maaltijd die we je mogen geven? Nou, ik weet het al hoor. Je gaat voor mij naar McDonald's om die McDonald's friet te halen met 2 frietsaus. We gaan zien dat mijn laatste maaltijd is, wordt het 3 frietsaus. We hebben geen reden om rekening te houden met obesitas issues. Dus 3 frietsaus met een large McDonald's friet. Je gaat richting de Kentucky. En daar ga je een Singerburger halen met kaas. Alleen niet 1 plakje kaas, 2 plakjes kaas. Eentje boven, eentje beneden. Vervolgens ga je richting de Febo. Want bij de Febo heb ik trek in een milkshake aardbei. En als er nog tijd is, mag je een lekkere brownie gaan halen bij Starbucks. Wat wilt een mens nog meer? Als je me gaat zien liggen in die kist. Met een grote glimlach. Die kist gaat niet eens dicht willen gaan. Zo shine, man. Dat typisch. Shine bright like a diamond. Yes! Mm-hmm. Zo intens gelukkig ben ik momenteel nu. Mm-hmm. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik weet niet hoe jullie ontbijt is vanochtend. Wat je nu aan het naar binnen werken bent. Wat je hebt gegeten. Maar eerlijk, overtreft het wat ik nu aan het doen ben? Nah, ik betwijfel het. Ik denk die yoghurt muesli zal best bang zijn hoor. Maar kijk even naar de romantische samenstelling van mijn egg McMuffin hier. Ik denk niet dat het zo 1, 2, 3 wordt overtroffen. Laten we kijken of deze chocomel al een beetje te proeven valt. Het ergste wat je kan doen is je mond branden aan een warme chocomel. Mijn god. Voortreffelijk. Voortreffelijk. Mensen, ik heb hier helemaal niets aan toe te voegen. Ik vind het een geslaagd ontbijt. En als ik het zou moeten beoordelen met een cijfer, dan geef ik het een 12 plus. Precies diezelfde 12 uur dat ik op een loopband moet gaan staan in de sportschool om dit ontbijt weg te branden. 12 uur lang. Maar ja, je moet plezier hebben met jezelf, toch? We gaan nog even 2 hapjes nemen. De tweede saus gaat inmiddels open. Die andere heeft nog, maar je weet toch. Ik doe niet op laag water saus. Kijk hier. De kleur van perfectie. We nemen nog even een hapje hiervan. Alles wat ontsnappen zo wat hier. Maakt niet uit. Mensen, we gaan de video afsluiten. Ik heb jullie meegenomen vanochtend richting de McDonald's voor een heerlijk ontbijt. Ik zou zeggen, goedemorgen. Bedankt voor het kijken. Ik ben Final Creator. Ik maak content voor YouTube. Zoek me op, Final Creator 1 woord. Like en subscribe.
Met name het subscriben is heel belangrijk. Op die manier laat je je liefde blijken aan mij. En kan ik ermee doorgaan om meer content te maken voor YouTube. Dankjewel. Ik ga nog heel even nagenieten van dit ontbijt. En ik zie je bij de volgende video. Find the creator signing off. Bye bye.